Minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer is ontslagen uit het ziekenhuis. De bewindsvrouw is nu thuis en wordt gemonitord door een cardioloog. De minister werd 30 juni met spoed opgenomen. Pocky, die op 16 juli 2020 werd aangesteld als minister van Grondbeleid en Bosbeheer, werd op 12 mei met verplicht verlof gestuurd door de president. Dit vanwege onregelmatigheden op haar departement. De president maakte in mei bekend dat er onderzoek gedaan zou worden naar de mogelijke misstanden op het ministerie. Er is een commissie ingesteld die een rechtmatigheidstoetsing moet uitvoeren.